Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. In deze video gaan we zien of België een betere kans maakt om dit EK te winnen. Ik denk dat het dit jaar helaas niet zal lukken. Oké, we gaan dus het toernooi spelen als België. Onze beste resultaat was een tweede plek in 1980. Misschien zijn er wel mensen die kijken die toen wel geboren waren. De eerste wedstrijd is dus tegen Slowakije. Nu afstandsschot. Oh. Een hele eerste hoekschop voor ons. Bruyne mag hem nemen. En trap. En hij is ernaast. Bruyne. Kan hij scoren? Yes, dat doet hij. Dat doet hij. En maakt hem af. Nu hier nog even herhaling zien. Het is wel een mooie goal, al zeg ik het zelf. Oppas, hier is Slowakije. Ik moet eerlijk zeggen, ik ken geen enkele speler van Slowakije. Ja, ik ben niet goed in verdedigen. En dan onderschep ik net de bal. Zijn jullie eigenlijk al een beetje in EK-modus? Ja, ik eigenlijk nog niet echt helemaal. Maar ik denk dat eenmaal het EK begint, dat ik er dan hopelijk wel in zit. Volgende wedstrijd is dus tegen Roemenië. Oeh, dat was even gevaarlijk. En weer een hoekschop voor Slowakije. Oh, hier komen we goed mee weg. Ja, nu kan hij erdoor. Hij maakt het zelf af. Carrasco. En dan is dit de wedstrijd. We hadden Slowakije toch wel iets te veel kansen gegeven. Oké, we staan nu eerst dus. En Roemenië heeft gewonnen tegen Oekraïne. Oké, we gaan nu een wedstrijd spelen tegen Roemenië die net heeft gewonnen van Oekraïne. Oké, goede tackle. Nu? Nee, nu kan het niet. Misschien nu? Van afstand? Nee. We moeten voorzetten. Lukaku. Kan hij scoren? Yes, Lukaku scoort. En doet hier nog wel mooie kunstjes. Passen. Oké, goed verdedigd, Vertongen. Oké, Carrasco, goed gedaan. Kan hij weer scoren? Niemand is mee, dus hij moet zelf gaan. Oké, oppassen voor Roemenië. Oh nee. No. Oeh. We hebben nog geen tegendoelpunt gehad, maar ja, we hebben wel geluk gehad dat we nog geen tegendoelpunt hebben. Kaku, misschien passen? Nee, dat was toch geen goede keuze om te passen. Maar dat is achteraf makkelijker gezegd. Oh ja, Stanciu speelt voor Roemenië. Die speelde ooit voor Anderlecht. Ziet er gevaarlijk uit. Oh no no! Oef, oef! Het was even, ging bijna helemaal fout. We gaan, oh ja, het is afgelopen. Ik dacht eerst te zeggen we gaan rusten, maar we hebben al rust gehad. Oké, we hebben nu 6 punten, dus nu zijn we al zeker van de volgende ronde. Oké, dus de laatste wedstrijd van de groepfase tegen Oekraïne. Oekraïne die het ook wel de laatste jaren heel erg lastig heeft door een... ja, oorlog. Oh jee, dat ziet er niet goed uit. En ja, daar is het dan. Het eerste tegendoelpunt. Ja, ik moest er eens van komen. Oh, Lukaku! De bal nu. Scoren. Lukaku doet het weer. 1-1. En we doen nu weer hetzelfde goal celebration als de vorige keer dat hij scoorde. No, 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 no. Ai, ai. Staan weer achter. Tegen Oekraïne. Gelukkig zijn we al verzekerd van de volgende plaats. Maar dit blijft wel vervelend. En Carrasco. Kan je het deze keer wel afmaken? Oh, die bal gaat er helaas naast. Calpena is mag een keer invallen. Ik ga gewoon zelf schieten. En hij scoort. De invaller maakt gelijk. Oppassen voor Oekraïne bedoel ik. Oh nee. Oh ja. Ja, we gaan eerst de wedstrijd verliezen. We hebben de wedstrijd nu verloren. Niet heel tevreden met dit resultaat, maar we gaan door. Nou, we eindigen toch eerst dus. Daardoor moeten we nu tegen Kroatië. Oh. Ik wou ook nog eerst even kijken naar de andere standen.
beide groepfases. Zo, Zwitserland eindigt boven Duitsland. Italië doet het hier goed, Engeland. Deze groep ziet er wel heel sterk uit. Engeland hier bovenaan, hier Nederland bovenaan, hier wijd bovenaan. Het is hier wel heel erg nipt. En dan hier Portugal. Ja, Kroatië toch wel een moeilijke tegenstander. Lukaku, passen naar de Bruyne. Afstand, schot. Ja, de Bruyne scoort. Dit is al een betere in het begin dan tegen Oekraïne. Goed gedaan, Kevin. Oké, goed, bal onderschept. No, no, dat was niet goed. Dat was niet goed en we staan gelijk. Luka Modric scoort voor Kroatië. Ook Carrasco mooi zo. Mooi. Kan hij nog? Ja, dat is te veel nu. Mooi zo. Afwerken. Yes, Doku scoort. Staan weer voor. Lukaku. Mooi zo. Oh, is het buitenspel of niet? Ja, is het buitenspel. Lukaku weer door. Nee, niet helemaal door helaas. We gaan bijna rusten, maar Kroatië heeft hier nog een kans. Dus hopelijk maken ze geen gelijk. Tielemans, oké, hij is net erop. Paast hem naar de Bruyne. De Bruyne, kan hij afwerken? Nee. Oeh, goede redding van een keeper. Oeh, is geen buitenspel blijkbaar. Voorzetten. Koppen, nee. Wel een hoekschop. Oh, please, hopelijk niet te veel extra tijd. Ah, 2 minuten. Ai, ai. No way. Oh ja, het is zo. Ai, 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 ai. We gaan verlengingen doen. Oeh, keeper moet redden. Een paal kom je aan, maar nu wel. Penda, deze keer wel afmaken. Yes! De goal! Een heel erg belangrijk, een heel belangrijk moment. Hopelijk is er al een winnaar voor strafschoppen zijn, want ik ben heel slecht in strafschoppen. Ah, geen goede afwerking. Trezor gaat er eens op komen, want de Bruyne is een beetje moe nu. Oh, mooi, zo, Openda. Openda is er door. Kan hij scoren? Openda! De helft van de avond. 4-2, ik denk dat de overwinning nu al binnen is. Ja. We gaan door naar de volgende ronde en dan ja, hebben we nu toch al het eerste echt grote test overleefd. En dan komt het, oh, tegen Nederland. Dat zou ook heel nice zijn, heel leuk zijn als dat ook in real life zo zou zijn. Oekraïne team waar we in een groep mee zaten, ligt er nu al uit. We zijn verloren tegen Polen. Ja, we zijn nu nog met 8 teams over. Is Frankrijk de groepsfase niet eens overleefd? Of ik wil eens even nog eens kijken naar de groepfases. Oh, Frankrijk hier. Ik denk in real life dat Frankrijk het wel beter zal doen. Oké, okay, wordt opstelling voor tegen Nederland. Ik probeer maar wat. No, ja, het zat eraan te komen. Nederland begint beter aan de wedstrijd en ze staan hierdoor nu voor. Lukaku naar de bal naar Lukaku. Lukaku erdoor. Pasen. Oké. Okay. De Bruyne nu afwerken. De Bruyne doet het. De eerste echte kans dat we echt creëren is al meteen een goal. Het is een heel mooie aanval van ons. Al zei ik het zelf. Hier de Bruyne. En dan goed ze binnen geschoten. Goed weerbal voor ons. Lukaku, hij is snel. Maar is hij wel snel genoeg? Ik ga schieten. Lukaku doet het. 2-1 voor ons. Oké, hier hebben we Nederland. Oh nee, hij is door alle spelers van ons door. Oh no. Oh, gelukkig lukt het scoren niet. Oké, deze situatie ziet er heel belovend uit. Naar Lukaku. En die kan het afmaken. Ja, hij maakt het af. Lukaku begint wel een beetje moe te worden. Dus Openda gaat nu weer spelen. Hij heeft de afgelopen wedstrijden heel erg goed ingevallen, Openda. Oh ja, nog een goal voor Nederland.
Gakpo scoort. Ja, we laten hem veel te makkelijk scoren hier. Gelukkig hebben we nog een derde goal gemaakt. Daardoor staan we nu nog voor. Oh, een hoop balverlies. Oké, ja. Nu wordt het wel spannend, want het zijn nog maar een paar minuutjes. Meneer Want heeft nu de bal. Wegbal. Dit is niet goed. Weg, weg. Goed zo. Niet helemaal weg. Maar, oh, hij heeft de bal. Ja, we winnen. Deze keer binnen de 90 minuten. Nederland was niet slecht. Ja, voor hetzelfde geld konden wij er ook nu uit liggen. Want Nederland had ook wel goede kansen. En we waren gewoon heel efficiënt. Dat is al de halve finale. Oh, Duitsland. Duitsland doet het wel goed dit toernooi. In hun real life ging het helaas voor hun een paar jaar even wat minder. Duitsland is ook het thuisland. Ze zullen wel alles aan doen om te winnen in hun eigen land. Oh nee, dat is niet goed. Goed zo. Oké, Doku is er door. Of is er toch niet door? Dat was geen goede tackle. Dat is een kaart, ja, een kaart voor de bruine. Ah, oh, goede gered, Matsels. Matsels van het opeens in Courtois. Carrasco, ze kan hij hier scoren? Nee. Paul, de bal is net niet buiten. Ik dacht dat hij buiten ging. Kaku. Ja, hier kan hij er niet door, helaas. Maar misschien nu? Nee. We moeten echt beter spelen als we willen winnen. Want Duitsland creëert maar kansen en wij amper. Nu misschien met Carrasco. Hij is er door. Dit is een heel belangrijk moment. Wordt hij nou al wat een slechte afwerking? Hij kon held vanavond worden. Nu misschien nog een herkansing. Yes! Carrasco! Goed gedaan. Bal veroverd. Goed gedaan, Doku. Kan hij voorzetten? Dat lukt, maar... ja, niet met een speler van ons. Maar maakt niet uit, want we winnen nu. Deze overwinning was wel heel nuts. Eigenlijk bijna al onze overwinningen tot nu waren wel best wel nipt. Betekent dat we de finale gaan spelen. En dat we het, ja, onze record van 1980 kunnen verbreken. Als we nu winnen. En de finale is tegen... Pum pum pum. Portugal. Oké, we moeten tegen Ronaldo. Portugal heeft al onlangs een finale gespeeld in 2016. Was niet lang geleden. Was ook toevallig het eerste EK dat ik echt gevolgd had. Ik ga eerst de voorfinale spelen, nog even spelerstatistieken bekijken. Lukaku staat nu op de tweede plek. 0 tegendoelpunten, maar hier assisten. Ook Lukaku. Lukaku is wel heel goed dit toernooi. Nog één wedstrijd te gaan voor we het beker kunnen optillen. Ah, we spelen nu in het blauw. Ja, gebaseerd op Kuifje. Oh nee, Portugal is... creëert nu al kansen, maar we kunnen onderscheppen. Oh nee, niet goed. Oh, wel goed van Sals. Carrasco. Oké, Lukaku. Kan hij nu afwerken? Ja! 0-1 voor België. Oh no. No! Oef. Komen we goed mee weg. Oh no. Die gaat er gewoon voorbij. En wat Vaas met de... Komt hier ons even helpen. No! Het is Ronaldo met de gelijkmaker. Ja, Lukaku. Pasen. Doku is geen buitenspel. Ah, jammer. Kastanje. Gaat hij het doen? Nee, denk het niet. Maar misschien Lukaku nu? Nee. Dat ziet er niet goed uit. Ja. Staan achter. Oeh, nu kans misschien. Lukaku. Dit is een belangrijk moment. Oeh. Keeper moet nog redden. Portugal wint hier. We waren heel erg dichtbij, maar ja, Portugal was net iets te sterk. We hadden wel een mooi parcours afgelegd tot de finale.
Maar ja, uiteindelijk is dan, zijn we dan toch niet de winnaar, maar is Portugal het. Ik vond dit wel leuk om te doen. En laat even misschien weten in de reacties welk land volgens jullie kampioen zal worden van Europa. Oké, Portugal is dan uiteindelijk de winnaar. Ik kan ook de spelerstatistieken bekijken. Dus Fernandes heeft nu 6 doelpunten, daarmee is hij ook topschutter. Misschien de assisten. Lukaku hier bovenaan. 0 tegendoelpunten. Maar zelfs heeft wel wat wedstrijden goed gekeept. Ja. Oeh, dat was wel weinig rode kaarten. Maar ja, bedankt voor het kijken. En dan zie ik je weer terug bij een volgende video. Doei.